Ik ben Xavi van Este, zesde generatie familiale brouwer hier in de brouwerij Halve Maan in Brugge. We brouwen hier Brugse Zot, ons vierde stadsbier. We zijn de laatste brouwerij hier in het centrum van de stad. Naast Brugse Zot brouwen wij hier ook Straffe Hendrik, een ander typisch Brugs bier. Onze Belgische bieren zijn speciaal omdat die gestoeld zijn op traditie. We hebben een eeuwenlange traditie van het brouwen van bieren. Anderzijds ook heel veel innovatie. We blijven innoveren, blijven creatief zijn in België. We hebben heel veel speciale soorten. En dat zorgt ervoor dat wij een heel diverse biercultuur hebben. En daarvoor zijn we wereldwijd ook zeer bekend. Als wij onze mensen willen blijven voeden in 2050, denk ik dat we heel efficiënt en zorgzaam moeten omgaan met onze grondstoffen. Is dat nu voor hop, is dat voor gerst, is dat zelfs voor water, want uiteindelijk water is ook een beperkte grondstof. Wij hebben eigenlijk besloten om echt rechtstreeks met die boeren goede contracten voor hen ook te maken. We proberen dat toch meer en meer, denk ik, zorg aan te besteden op de duidelijke herkomst en een duurzame herkomst vooral van onze grondstoffen. We zijn ook heel hard bezig met de toekomst, ecologie, ecologisch en efficiënt produceren. Hoe gaan wij in 2050 bier produceren? Wellicht nog veel ecologischer, met een veel kleinere voetafdruk, veel milieuvriendelijker. We blijven investeren in innovaties op dat vlak, om met minder water, minder energie, met een minder grotere voetafdruk bieren te blijven maken. Ook de verpakkingsvormen. Vandaag de dag volledig recycleerbaar, lichter, one-way verpakkingsvormen die niet meer terug moeten naar de brouwerij. Dus als brouwers blijven wij ook heel hard investeren om op dat vlak onze voetafdruk te verminderen.